Marco Pastors begrijpt de commotie rond zijn benoeming als topambtenaar voor Rotterdam-Zuid. Enkele deelraadsvoorzitters op de linkeroever van de Maas zien de komst van Pastors niet zitten. En ook GroenLinks en de VVD zijn kritisch. Beide partijen hebben gevraagd om een spoeddebat in de gemeenteraad. Dat debat komt er laat vanavond, aan het eind van de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar. Voor Marco Pastors is dat ook zijn laatste vergadering als fractieleider van Leefbaar Rotterdam. Maar het debat over de benoeming van Pastors is alleen voor de vorm. Het gaat namelijk om een ambtelijke benoeming en daar gaat de raad niet over. Het onderwerp van gesprek zelf zal vanavond niet bij het debat over hem zijn. Maar hij snapt dat er commotie is. Als er geen gedoe is, dan is het ook niet heel spannend. En dit gaat echt ergens over, zowel voor Zuid als voor het feit dat ik dat mag gaan doen. Dus ik snap ook wel dat er wat gedoe is. Pastors begint op 1 februari aan zijn nieuwe klus. En voor die tijd wil hij er nog niet te veel over kwijt. Ik ga 1 februari beginnen en rond die tijd kunnen we daar uitgebreid op terugkomen. Maar voorlopig moeten we eerst nog maar eens even netjes afscheid nemen van de gemeenteraad en gaan we volgend jaar verder kijken. Ja, die gemeenteraad begon op dat moment met de vergadering, vandaar die bel op de achtergrond. En in die laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar komt van alles aan de orde, variërend van de plannen voor een campus in Hoogvliet tot de zondagsopening van winkels en van onderwijshuisvesting tot de nieuwbouw van Nieuw-Krooswijk. En dat laatste punt werd vanmiddag uitgebreid besproken. Politiek redacteur Justus Kooijman was daarbij. Justus, er is goed nieuws uit de raad voor de huidige bewoners van Nieuw-Krooswijk. Ja, al langer was er onzekerheid over die nieuwbouwplannen voor Nieuw-Krooswijk. Op dit moment is het zo dat er 800 woningen er zijn gesloopt. Er is begonnen met de nieuwbouw, maar in de planning zou er nog eens 1000 woningen bij komen. Maar een groot deel daarvan, zo'n 700 woningen, werd vandaag tegengehouden door de gemeenteraad. Maar veel bewoners van Krooswijk waren aanwezig vandaag. Die zijn natuurlijk erg blij met dat besluit. In tegenstelling tot de wethouder Karrekoes, die nog stiekem hoopt dat er toch nog wel van komt, die nieuwbouw. Het is veel te mooi om waar te kunnen zijn. We kunnen nu weer iets aan ons huis doen, weer schilderen en noem maar op. En dat is wel een heel prettig gevoel na 10 jaar eigenlijk niks kunnen doen of niks willen doen. Want je raakt zelf eigenlijk ook in de slop en met mij meerdere eigenaren die er wonen. Dat je zegt van nou laat maar, want waarom zullen we zoveel geld gaan investeren voor iets wat toch opgekocht wordt voor een appel en een ei. En dat gaat voorlopig dus even lekker niet door. Doe. Zodra er plan op tafel ligt, kan het weer ingebracht worden in de raad. En op dat moment worden voor die twee gebieden besproken of het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Met andere woorden, masterplan gaat gewoon door. De ontwikkeling van Krooswijk gaat gewoon door. En daarom vind ik het zo jammer dat dus de bewoners, als ze de indruk hebben dat nu alles van tafel is en dat de ontwikkeling stagneert of stopt, dat is niet het verhaal. Het masterplan gaat gewoon door dus, zegt de wethouder Justus. Maar hoe gaat het dan verder met de ontwikkeling van Nieuw-Krooswijk? Nou, iedereen is er nog wel over eens dat er iets moet gebeuren daar in Krooswijk. Dat er meer variatie moet komen in de koopwoningen of huurwoningen. Nou, begin van het jaar zitten de aannemersbedrijven, de projectontwikkelaars zitten om tafel met de wethouder. Die zullen gaan praten. Nu een deel van de slooppannen van tafel gaan. Of het misschien mogelijk is om huizen te gaan renoveren. Dat zullen we dus later horen. In ieder geval vanavond zal bij een heel aantal Krooswijkers de champagne worden ontkurkt. Dankjewel, Justus Kooijman bij het Stadhuis. Kleine zelfstandigen in Rotterdam die thuis werken zijn boos omdat ze voortaan een afvalstoffenheffing moeten betalen voor hun bedrijf. Veel ZZP'ers, zelfstandigen zonder personeel, hebben hun bedrijf geregistreerd op hun woonadres. Wethouder Van Huffelen van Milieu vindt dat elk bedrijf dat afval produceert moet betalen, ook al zit dat bedrijf in een woonhuis waarvoor al een afvalstoffenheffing wordt gerekend. De ZZP'ers zijn boos over deze dubbele aanslag. Dimitri Lambermont is tekstschrijver. Hij doet dat gewoon thuis in de slaapkamer. Hij is ZZP'er en heeft dus een bedrijf. En daarom moet hij nu per jaar 128 euro afrekenen met de gemeente. Alles gaat vanaf hier digitaal naar de klant toe. Ik zou niet weten waarom ik afvalheffingen moet betalen. En wat betaalt u gewoon als bewoner van dit huis? Betaalt u dat al? Dat betaal ik al, ja. Dus als je dan het afval in de huishoudafvalzak stopt, dan zou je zeggen dat is ervoor betaald? Ja, eigenlijk wel. Als ik hier mijn appeltje eet achter mijn bureau, dan is het bedrijfsafval. En als ik hem eet in de woonkamer, dan is het gewoon huisafval. Voor iedere zelfstandige geldt deze regel. Maar dat kan tot vreemde situaties leiden.
Loopt even mee naar de volgende bedrijfsruimte in dit huis. Dit is namelijk de babykamer, maar ook de muziekstudio van de vrouw van Dimitri. Ze geeft hier een paar uur per week vioolles als de baby naar de opvang is. En ja, hiervoor moet ze ook betalen, zo vindt de wethouder. De keuze die we echt gemaakt hebben is om één tarief te kiezen voor bedrijven aan huis. Net zo goed als we één tarief hebben voor huishoudens. En daarmee zorgen we dat het juist extra eerlijk wordt. Want mensen die nu een bedrijf buiten de deur hebben, die betalen wel gewoon voor het laten weghalen van hun afval. En mensen die een bedrijf thuis hebben, die betalen daar niet voor. Het enige wat ik gebruik is muziek. Dat nemen de leerlingen zelf mee en dat gebruiken ze en dat houden ze zolang ze viool spelen. Dus ik maak geen afval. Hoe gaat af en toe eens een kapotte snaar? Af en toe een kapotte snaar. Dat is 2 keer per jaar. Ja, maar ik ben geen kantoor in huis, want ik heb ook niet de belastingvoordelen van een kantoor in huis. Dus waarom niet de voordelen, maar wel de lasten? Hoe zou je nou in muziek uitdrukken wat u dacht toen u de tweede envelop openmaakte en zag dat er €128 moet worden betaald? Ja, en ook de Kamer van Koophandel laat weten verbijsterd te zijn. En ook een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad vindt dat de wethouder het idee moet terugdraaien. Ja, je komt dieper en op een gegeven moment zit er iets hards in de weg. Justitie eist 10 jaar cel tegen 2 mannen uit Den Haag voor poging tot doodslag, omdat ze brand hadden gesticht in een woning in de Dordtse wijk Sterrenburg. Bij die brand raakten 3 mensen gewond. Begin mei dit jaar gieten de 2 mannen benzine door de brievenbus van het huis aan de Jagerweg in Dordrecht. Vervolgens gooien ze een brandende krant naar binnen, waarna het vuur snel om zich heen grijpt. De vader en de moeder van het gezin raken licht gewond. Maar hun 17-jarige zoon overleeft de brand ternauwernood. Vandaag moesten de verdachten verschijnen voor de rechtbank. En de officier van justitie wil dat ze allebei 10 jaar de cel ingaan. Een 18-jarige jongen hoort 1 jaar tegen zich eisen vanwege betrokkenheid bij de brandstichting. Waarom de mannen de brand hadden gesticht, werd vandaag ook duidelijk. Volgens de officier van justitie hadden de verdachten een ruzie met de zoon des huizes. Hij had geld geleend en niet terugbetaald. Volgens de verdachte had de brand een waarschuwing moeten zijn. Maar, zo zegt de advocaat van de verdachte, het hele verhaal van de officier is gebaseerd op een verklaring van een 18-jarige verdachte die zwak begaafd is. Als je iemand met een IQ van 73 hebt en je gaat hem vervolgens 3 dagen vol verhoren, 3 dagen achter elkaar en dan ook nog inprent wat hij moet zeggen en vervolgens vraagt of het allemaal klopt en hij bevestigt dat continu. Ja, heb je dan wel een betrouwbare getuige? Kan je dan wel zeggen, ik ga die getuige gebruiken ten aanzien van een cliënt? En de officier van justitie haalt de grootste bewijslast uit MSN-gesprekken. Die MSN-gesprekken, dat is stoerdoenerij, stoere praat. Dan wordt gesproken over werkelijk oorlogsfaciliteiten die gebruikt zouden worden, et cetera. Nou, het is gewoon onwerkelijk. Dus als dat het bewijs moet zijn van de rechtbank, dan ga ik me zorgen maken om de bewijsmiddelen. Toch staat vast dat één van de jongens heeft bekend de vuurzee te hebben aangestoken. Over 2 weken volgt de uitspraak. Een enorme berg uien. Het wegdek en de berm van de provinciale weg N498 bij Oude Tongen lagen er vol mee vanochtend. Daar verloor een 34-jarige vrachtwagenchauffeur uit het Zeeuwse Aksel de macht over het stuur, waardoor zijn truck kantelde. Er raakte niemand gewond, het verkeer werd omgeleid. De berg uien over het fietspad langs de N498 in Oude Tongen is bijzaak. Allereerst wordt geprobeerd de gekantelde vrachtwagen weer overeind te krijgen. Ja, je schrik je naar rot en je denkt om de chauffeur. Wat is er met die chauffeur? Het is een hele vakbekwame chauffeur. Een diepe gul over een lengte van zo'n 60 meter herinnert aan een noodlottige uitglijder. In de berm langs de provinciale weg. De chauffeur is er ongedeerd vanaf gekomen. Voor de berg is een omgevallen vrachtauto met ravage bijna dagelijks werk. Ja, regelmatig. Dit is ons dagelijks werk. Dit maken we regelmatig mee. Ja, de vrachtauto is denk in de berm geraakt en op zijn kant gegaan. Dus ik denk door wind en regen en slecht zicht. De chauffeur was met de lading uien op weg naar verpakkingsbedrijf Tuns, even verderop in Oude Tongen. En nog steeds wordt ervan uitgegaan dat een deel van de vracht daar terecht komt. We gaan eerst de trekker losmaken, omdat er nog uien in zitten. En dan zetten we de trekker uit. Een misrekening. De takels houden de 15 ton niet en het gevaar te breekt. Nog meer schade dus. Als u de oplader en de vrachtwagen ziet, die zijn verloren, hè? Ja. Dus het zal, ik weet het nog niet precies wat het gaat kosten. Dus, Wat weegt dit nou nog? Nu niet meer zoveel. Een lege combinatie zal ongeveer 15 ton wegen. Een volle combinatie weegt 50 ton. De lading ui is overigens bestemd voor de export en belandt dus niet in de Nederlandse winkels.
Tijdens de voorbereidingen van de Dordtse kerstmarkt is een hovenier op een menselijke schedel gestuit. Het voorval vond plaats op het terrein rond de Grote Kerk. De schedel ligt inmiddels voor onderzoek bij het Forensisch Instituut, maar het blijft een bijzonder verhaal. Het is voor Erwin van Heteren een jaarlijks terugkerende klus. Het terrein rond de Grote Kerk inrichten met paden van houtsnippers en kerstbomen plaatsen. Het beloofde weer een prachtig winters plaatje te worden. Totdat... Ja, je komt dieper en op een gegeven moment zit er iets hards in de weg. Je denkt in eerste instantie aan een steen. Maar nadat je het een beetje blootgelegd hebt, zie je dus een hoofd tevoorschijn komen. Een schedel, ja. Ja, een duidelijke schedel, ja. Dus... Maar je bent er niet op in gaan hakken van nou die steen even doormidden raggen? Nee. Vanaf het moment dat we zagen dat er schedel was, hebben we het eigenlijk met rust gelaten. We hebben dus de leidinggevende gebeld van Dordrecht. Zij hebben de politie gebeld, forensisch onderzoek is er gepleegd en zij hebben uiteindelijk de schedel meegenomen. Door de vondst gingen dus heel wat bellen rinkelen. Nou, dan kunnen we onze borst nat maken. Hier liggen natuurlijk heel veel doden omdat het een kerkhof is geweest. En er zijn er duizenden en duizenden in de loop van de eeuwen begraven. Maar wat denk je bijvoorbeeld tijdens de pestepidemie? Gingen ze bij honderden, werden ze in de grond gestopt. En later werden die schedels weer uitgehaald. Had je een krekelhuisje vlakbij, werden ze ingestopt. Maar ja, er zijn natuurlijk honderden en duizenden misschien wel blijven liggen. Dus bij de eerste de beste coniveer die in het voorjaar de grond ingaat, zou je zomaar weer een schedeltje kunnen aantikken? Maar dat ligt wel voor de hand. Ja, ik denk als je net even onder het grasveld gaat graven, dat je ze tegenkomt. Dat belooft wellicht wat voor de inrichting van de kerstmarkt volgend jaar. Alhoewel, verwacht geen spanning en sensatie. In Dordt houden ze de schedel liever koel. Ja, dat heb je bij een oude kerktuin. Daar wil je nog wel eens wat vinden. Ja, maar er is ook niemand die daar moeilijk over doet, vind ik. Nee, gelukkig niet. Nee. Ja, je schrikt natuurlijk wel altijd, denk ik, als hovenier zijnde als je zoiets dergelijks vindt. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Je kan het verwachten, dus niemand schrikt daar echt meer van. Nee, dat... Schedel hebben we, wachten we alleen nog op sneeuw. Nou, laten we dat niet doen. Hebben we vorig jaar genoeg van gehad. We hopen nu gewoon op een zonnetje en wat minder wind. En voor de liefhebber, de kerstmarkt in Dordrecht begint morgen en loopt tot en met zondag 18 december. Nog maar 13 jaar en nu al internationaal doorgebroken als tekenaar. Met op dit moment een expositie in Rotterdam, maar volgend jaar in China. Het is het verhaal van David uit Rotterdam-Schiebroek. David Bart uit Schiebroek tekent al sinds hij een potlood kon vasthouden, zo rond zijn tweede. Zijn inspiratie haalt hij uit het dierenrijk, maar ook uit films en televisieseries. Het is eigenlijk gemaakt naar aanleiding van Flikker Maastricht. En ik vind Flikker Maastricht heel erg leuk. En dit zijn zeg maar dan allemaal scènes uit allerlei stukken van afleveringen. Inmiddels is David dus internationaal doorgebroken. En volgens kenners is dat niet voor niets. Ja, het ongelooflijke detail wat erin zit. En qua lichtval klopt het allemaal. Glanzen van dieren, van de vacht, zijn gewoon mooi getekend. En de tekenkwaliteit die je niet verwacht van een jongen van 13. Er gaat geen dag voorbij dat David niet achter zijn tekentafel zit. En vervelen doet het nooit. Als je tekent kan alles. En het echt kan niet alles. Dat is ook wel leuk. Vorig jaar illustreerde de jonge kunstenaar nog een boekje over autisme. Zelf heeft hij namelijk het syndroom van Asperger, een vorm van autisme. Maar volgens David speelt dat geen rol bij zijn werk. Nee, ik denk dat het niet veel invloed heeft. Wat vind je ervan dat andere mensen je werk kopen? Ja, dat vind ik wel gaaf. Ja, dat geeft mij financiële vrijheid. Ik verdiep er nooit zo heel erg in wat er met tekeningen gebeurt als ze weggaan. Dan zijn ze gewoon weg en dan maak ik weer nieuwe. Inmiddels is David al een echte professional, want tekenen weggeven is er niet meer bij. Nou, vroeger wel, maar nu eigenlijk niet meer, nee. Nee, die tijd is voorbij. En voor wie de tekeningen van deze jonge virtuoos nog wil zien, zijn expositie duurt nog tot en met 7 januari in Galerie Opperklaas aan de Klaas de Vrieselaan in Rotterdam. De sport van vandaag beginnen we met Feyenoord, want die club voelt er weinig voor om de Japanner Miyaichi opnieuw in te huren, toch Ruud?
Cabral, Cissé, Biseswar en Schaken. Feyenoord heeft op dit moment gewoon 4 vleugelaanvallers onder contract staan. Volgens technisch directeur Martin van Geel is dat genoeg. Dus Mayaitsi, de kans dat hij terugkeert bij Feyenoord is gewoon heel klein. Ondanks dat hij in vorig seizoen een tweede fantastische seizoenshelft afwerkte in de Kuip. En ondanks dat hij door Arsenal zijn club opnieuw verhuurd mag worden. Dus waarschijnlijk toch niet terug bij Feyenoord, Rio Mayaitsi. En dan Sparta, dat verspeelde vorige week de periodetitel tegen MVV en lijkt daar nog steeds last van te hebben. Ja, want Sparta-MVV eindigde voor de Rotterdammers met 2 rode kaarten. Schorsingen voor Bokila en John. Dus kan de trainer Michel Vonk morgen in en tegen Veendam niet in zijn favoriete elftal spelen. John wordt vervangen door Sidney Smelts en de vervanger van Bokila heet Mark Veldmaten. Sparta begint met de wedstrijd tegen Veendam aan de 3e periode. De Rotterdammers beëindigden de 2e periode afgelopen vrijdag met een kater. Ondanks een zwaar programma denkt trainer Michel Vonk dat Sparta ook kans maakt in de 3e periode. Ik denk dat je gewoon op het moment dat je goed in je vel zit en je wedstrijden goed speelt, dan maak je ook in deze periode kans. En zeker thuis laten we zien dat we toch een goede ploeg zijn en dat we moeilijk te verslaan zijn. Dus daarom liggen zeker mogelijkheden. Maar goed, de tegenstanders zijn wel pittig. Dus ja, maar goed, we gaan ons best doen. Door het wegvallen van Jeremy Bokila krijgt Mark Veldmaten een kans in de spits. De oudspeler van Veendam keek met gemengde gevoelens naar het mislopen van de periodetitel. Ja, natuurlijk heb je wel zoiets van, ik hoop dat ik wel weer snel een kans krijg. Maar je hoopt ook voor de jongens dat het goed is. Ik ben niet zo'n jongen die dan een beetje sneaky, een beetje achter die jongens, zeg maar, hoopt dat het allemaal slecht gaat. We doen het met z'n allen en daar ben ik ook onderdeel van. En nu krijg ik een kans en die moet ik gewoon pakken. Een kans bij Veendam, een club die jij wel kent. Ja, daar heb ik 2 jaar gevoetbald met veel plezier. Dus terug op het oude nest morgen, vlak bij Groningen ligt het. Daar kom ik oorspronkelijk vandaan en daar gaan we morgen dus 3,5 uur in de bus zitten. Nou, Veendam Sparta is morgen vanaf 8 uur te beluisteren in Radio Rijnmond Sport. En dan ook het live verslag van FC Dordrecht tegen Go Eagles. We zijn weer bij, dankjewel Ruud van Os. Gorkum heeft een wereldprimeur, want sinds kort is er de eerste CO2-neutrale bananenrijperij van Chiquita gevestigd. De bananenproducent bevoorraadt vanaf die plek het zuidelijke deel van Nederland. Dit pand had eigenlijk een nieuw Rijenwaard moeten staan, maar de uitbreiding van het Barendrechtse groente- en fruitdistributiecentrum is gepland. Maar die ontwikkeling liet te lang op zich wachten, waardoor Chiquita koos voor een nieuwe vestiging in Gorkum, pal naast de A15. De bananen die uit Midden- en Zuid-Amerika komen, worden vanuit de Antwerpse haven naartoe gebracht. De rijpingsmeester bepaalt vervolgens het rijpingsprogramma. In de rijperij ontvangen wij de bananen waar we de eerste kwaliteitscontroles gaan doen. En op het moment dat we de eerste kwaliteitscontroles gedaan hebben, dan plaatsen wij de bananen in een bananenrijpcel. En dan starten we het proces op waarin we temperatuur toevoegen in de cel om de bananen eigenlijk van groen naar geel te laten transformeren. En dat proces duurt ongeveer 7 dagen. Door het meer of minder toevoegen van ethyleen, een gas dat de banaan bij de rijping zelf ook afscheidt, kan het proces worden vertraagd of versneld en een beetje worden afgestemd op de behoeften. Zo is bekend dat de populaire vrucht bij slecht weer minder wordt verkocht. Maar tijdens grote sportevenementen op tv worden juist meer bananen gegeten. Ook de luchtvochtigheid is bij de rijping belangrijk. De banaan die bestaat tussen de 85 en 88% uit vocht. Dus naarmate het rijproces vordert, droogt eigenlijk de banaan uit. Vandaar dat wij een hele hoge luchtvochtigheid in de cel hebben van bijna 100% om eigenlijk de tropen na te bootsen. Thuis bij de consument moet de banaan, mits goed bewaard, nog minimaal 100 uur goed blijven. Het Amerikaanse Chiquita zegt samen met de milieuorganisatie Rainforest Alliance het eigen productieproces duurzaam te hebben gemaakt. En in dat beleid past de nieuwe rijperij in Gorkum. Want het is de eerste ter wereld die CO2 neutraal is. Dat is bereikt door de enorme hoeveelheid energie die nodig is voor het rijpen terug te dringen door nieuwe technieken toe te passen. Onze bananen creëren warmte en koude in onze systemen. Die vangen we op en die warmte en koude gebruiken wij om ons pand te verwarmen, maar ook in de zomer te koelen. Dus uiteindelijk produceren we daardoor geen CO2. En hetzelfde als het koelmiddel wat wij gebruiken in onze koelruimtes, die gebruiken wij ammoniak. En ammoniak is een natuurlijk koelmiddel die ook geen CO2 produceert. Volgens Chiquita wordt op deze manier in Gorkum 650.000 kilo minder CO2 uitgestoten. En dit was Rijnmond Nieuws. Straks na het uitgebreide weerbericht deel 2 van de serie over het 10-jarig bestaan van het nieuwe Luxor Theater.
Zometeen in 10 jaar Luxor. Meer nieuws vindt u op Rijnmond.nl. Nog een heel prettige dag verder. Dag.